het is nu 7 uur. Confronterend. Have you gone crazy? Have you gone mad? We reizen altijd samen. Nou, nu gaan we naar de bus. Het is 7:45. Ongeveer. Waar is de bus af? Oh god. Ja, gaan we rennen. Oké! Okay. Mooi momentje, ja. Ja, hè? Memorabel. We zijn letterlijk hetzelfde gekleed, hè? Letterlijk. Gewoon allebei een beanie en allebei dezelfde jas. God, ik zie er echt net wakker uit. Wat erg. Ik ben nu op kantoor, het is 9:15 en dit is de eerste dag van de week en ik ben 5 dagen op kantoor. Ik moet meteen al even het allereerste van de dag gaan doen en dat is iets gaan exporteren, namelijk de eerste video van Blond Tigers. Een nieuwe serie voor Cosmo die ik heb gemaakt en die komt woensdag online deze week. Dus dat moet even afgerond worden en dan ga ik jullie gewoon deze week laten zien wat ik allemaal ga doen. En vandaag ga ik met Inge filmen, dus dat is ook leuk. Dus meteen maar even lekker koffie halen en dan kan de dag beginnen. We zijn met z'n tweeën vandaag. Oh ja, true. Manon heeft pepernoten meegenomen. Hoi. Je stelt niet scherp. Mijn haar is nog nat. Ja, dit is Esther. Hallo. Esther is leuk. Oh, dank je. Lois is ook leuk. Lois! Soms dan is het nodig om koffie te halen en lucky us hebben een goede koffie en eten we. Oh, het is druk. Spitsuur. Het is altijd spitsuur. Oké, let's go. Hele kantoor leeg omdat iedereen koffie haalt. Ik ga verder met de video van Valerie. Ik zal zo meteen uitleggen wat ik allemaal doe. Maar ik moet alleen nog foto's in beeld plaatsen. Dus het is eigenlijk niet heel erg spannend. Maar die moet vandaag online. Oké, ik dacht ik neem jullie eventjes naar het filmhok mee, want dan kan ik rustig en duidelijk uitleggen wat ik nou doe. Wat ik momenteel dagelijks doe is namelijk de redactievideo's maken. Video's die elke week online komen van maandag, dinsdag en donderdag. Maandag is Valerie, waar Valerie uitlegt hoe je catwalk outfits in het dagelijks leven kunt dragen. Op dinsdag is Inge en dan probeert ze verschillende producten uit en dan geeft ze aan van heeft het nou echt gewerkt of helemaal niet. En Esther doet What the Heck op donderdag en daar behandelt ze verschillende onderwerpen zoals wat moet je doen als je ziek bent? Hoe moet je nee zeggen tegen mensen? Dus het zijn 3 verschillende hele leuke concepten die ik wekelijks nu aan het maken ben. Dat betekent dus dat ik het film en dat ik het edit. Daarbij is nu ook de Blond Tigers gekomen. Die zijn super leuk. Ja, dat is eigenlijk wel waar ik mijn dagen mee vul. Hoi allemaal, ik ben hier vandaag met Inge. Oh, nu ga ik op. En dat was je cue. Inge, wie ben jij? Dat was nog een keer je cue. Hoi, ik ben Inge en ik ben de beauty editor van Cosmopolitan. Inge's serie op Cosmopolitan is Beauty or Bullshit. Dus mij leek het leuk om in deze weekvlog ook een beauty te maken. We hebben eyebrow stempels. Spannend. Dat even ook laten zien. Straks zijn mijn wenkbrauwen te groot voor die stempel. Ja, dat is... Oh god. Hij valt al kapot. Oké, okay, het is in ieder geval wel een mooie bruine kleur. Hele mooie bruine kleur. Ja, dus ik denk ook wel, als ik nu zo naar jou kijk, dat het best wel een match kan zijn. Ja, precies. Dit is dus de wenkbrauw. Nou, hier word ik wel een beetje angstig van. Mm-hmm. Niet thuis, maar er staat dus rechts en links op. Dus het kan niet misgaan qua. Oh, ik heb nu de rechter. Stempelt hem eigenlijk echt gewoon in. Hou je even vast. Beetje wiebelen. Dit ziet er op zich wel oké uit. Ik ga hem er gewoon opzetten. Oké, je moet niet gaan knijpen. Oh ja, sorry. Ik denk dat ik hem er gewoon eerst zo aan de ene kant zo echt langzaam erop stempel. Je wacht zo lang. Ja, sorry, ik ga nu beginnen. Ja. Jouw wenkbrauwen zijn sowieso al groter dan dit. Ja, daarom. Dan dit ding. Ah, wel. Ik zie niks. Dus... Maar ja, als we die een beetje bijwerken, dan heb je best nog wel... Zie je een verschil met je andere wenkbrauw? Ja, dat sowieso wel. Nee, maar je ziet wel, zeg maar, dat hier gewoon... Het... Ja, hij vult hem wel op. Dat. Next one. Ook omdat je, zeg maar, heel dichtbij... Oké, maar sorry, maar deze is echt heel goed gelukt. Oh ja, inderdaad. Zie je? Ik hoop dat je dit zien. Het is volgens mij niet te missen. En anders dan doe ik nu een close-up. Nee, ik vind het wel iets voor herhaling vatbaar. Dus ik zou dit wel als een beauty, denk ik. Ja, en het is ook gewoon super simpel. Het is super simpel, heel snel. En het effect is best wel mooi. Het is wel gewoon even oefenen met het aanbrengen. Misschien gaat het ook nog beter bij jezelf. Ik ben normaal wel misschien een kwartier met mijn wenkbrauw bezig. Ja, echt? Ja. Oké, deze zit ook aan.
Hoi, ik ben Inge en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Beauty of Bullshit video. We zijn natuurlijk in aanloop naar kerst. Nee, van. Oké. Ik vond het wel leuk hoe je het zei. Ik weet niet wat ik zei. Ja, dat is het probleem. Dus je moet niet zo, je moet hem eerst afmaken en dan denk je daarna Want het is natuurlijk december. Het is kort. Het is vandaag dinsdag. En volgens mij wel een redelijk rustig dagje. Gewoon editen. Ik ga bezig met de video van Inge, die ook vandaag online moet. Dus dat zit wel eventjes power op. En het editen van Blond Tigers, de tweede video. Dat is wel leuk. Hallo. Er is echt niemand nog. Ik dacht, ik ga het nog even doen voordat iedereen binnenloopt, maar ik was net te laat. Nou, het is woensdagochtend en zometeen ga ik eventjes de laatste dingetjes voor Blond Tigers doen, die zometeen om 5 uur online komt, dus dat is heel leuk. En daarna ga ik met Blond Tigers 2 bezig, dus het is eigenlijk een hele rustige dag. Oh ja, en om 3 uur ga ik met Manon kijken naar hoe zij Instagram aanpakt voor Cosmo. En ja. Maar het is een beetje hetzelfde als die tekst die in beeld schieten of zo. Misschien kun je zo'n schouder swipen. Het maakt niet uit hoe een man geschapen is. Het gaat erom wat hij ermee doet. Nou, ik kan je vertellen wat ik... Oh, is dit super slim? Dit is super slim. Ik kan dit zo niet. Cream. Ik ben hier zo niet voor gemaakt. Oh, ik ben Manon en vandaag zit ik in de vlog van Lois. En Manon gaat zo meteen even uitleggen hoe ze Instagram aanpakt voor Cosmo. Jazeker. Dit is zo niet. Dit moet een beetje spontaan bij mij, oké? Okay? Ik kan dit niet op scherm. Ja, je denkt waarschijnlijk, what the fuck, Instagram, laat je post, doe een tekst, klaar. Nou, zo simpel is het niet. Want bij een bedrijf zit het gewoon echt net iets anders in elkaar. Je moet passen bij de boodschap van het merk, bij de uitstraling, wat de doelgroep wil zien, wat de volgers willen zien. Ik ben wel een paar keer per week wel echt een hele dag bezig met feed vullen, met wat er opkomt, met nieuwtjes, actualiteit. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik nog met iemand samen, met Nina. Hey! Komt er dus eigenlijk om 4 uur, komt er Cosmo's 4 uurtje online. En dat kan gaan over beauty, over fashion, over werk, over een toffe wifi hotspot waar je chill kunt werken. Waar je ook echt iets uit kan halen, dus dat het niet mooi een plaatje is, maar gewoon wel echt iets achter zit. Nee, doe dit maar niet. Vanmiddag komt een nieuwste videoserie online, die Lois heeft geëdit. Nee, om 9 uur komt die op Instagram. Oh, echt? Social media okay. Vanavond. Ja, dat is de story van gisteren. Van Estée Lauder, alle foundations. Ja. Het ging allemaal over foundations, dat is echt super leuk. Dat was een mini worship via Instastory. Ik deed ook wel even gewoon echt iets serieus, een beetje psychologisch ertussen. En natuurlijk nog wel even een celebrity nieuwtje. Ook belangrijk. Ja, zeker. Natuurlijk in het roze, want het kost me ook roze. Ja, ja, het gaat steeds beter. Een stukje Instagram eigenlijk, denk ik. Ja. Voor een groot deel. Oké, okay, jongens, het is donderdag. Ik ga zo meteen filmen met Valerie, dus ik ga even het hok klaarzetten. We hebben dus kleden die we als achtergrond gebruiken. Dus we hebben hier donkerroze, wat donkerder blauw en lichtblauw. Is altijd echt een verbouwingtje. Hallo, welkom bij een nieuwe video. Oké, wil je klappen? Hoi, ik ben Valerie. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Cosmopolitan. Sorry. Hey, hallo camera! Hey. Oh, ontbijt. Nou jongens, zijn we weer. Ik ben gewoon niet opgemaakt. Ik had gisteren Xyde Awards. Ik heb letterlijk in 5 minuten me aangekleed en naar de bus gerend. Ook al is het werk heel leuk, ben ik toch altijd wel heel blij als het vrijdag is en er weekend. Ja, dat heb je al. Precies. Het is lunchtijd en we gaan lunch halen. Wauw. Vandaag? Ja, nee, maar ja, het is vrijdag. Het is vrijdag, dus ik moet het nog afmaken, jongens. Niemand is enthousiast. Nou, dat was het. Thanks voor het kijken, guys. Ik hoop dat jullie het leuke video vonden. Vergeet niet Cosmopolitan te checken.
en te abonneren, te liken en te reageren. Doei!